Hi, ik ben Sonja Smit bij het Zuiden77 in Nieuwhuizen. Ik werk hier nu 12,5 jaar. Dat is een beetje 7 jaar in de schedelij. Ik ben vandaag bezig met S-haken aan het maken voor Zuiden77. Dat zijn deze. Daar komen straks in de kapel komen daar kerstbomen aan te hangen. Deze haken heb ik gewoon als opdracht gekregen van de collega's zelf. Die hebben ze nodig. Die komen naar me toe van, wil je alsnog die haken even maken? Hekwerk, wat ik op dit moment mee bezig ben, die heb ik zelf geregeld. Dat was een van mijn eigen dromen om gewoon eens een keer een hekwerk te maken om dat te laten zien. Dan merk je het hele proces maken van A tot Z. Ik heb wel een cursus gevolgd bij het Gilde, bij het NGK, Nederlands Gilde Kunstsiersmeden. Hun hebben me de basisbeginselen bijgebracht en daarna is net als autorijden gewoon doen en gewoon proberen. En als ik het echt niet weet, dan pak ik een stuk klei en test ik het op die manier uit. Ja, letterlijk een stuk klei, gewoon boetseerklei en dan probeer ik het eerst met klei en daarna ga ik het in metaal. Want dat reageert redelijk voor mijn gevoel gelijk. Je kan klei wel slaan, maar je kan wel die stap die je in je hoofd hebt, die kun je wel uitvoeren met klei. Dus ook heel rustig gewoon met een hamer gewoon uittesten van hey, werkt het zo, werkt het zo. We werken dan met het team, dus iedereen heeft wel zijn eigen project. We staan af en toe samen, dat is eerder om te leren van elkaar of om grotere projecten aan te pakken, maar merendeel staan we echt wel alleen in de smederij. We'll be right back.